Hey, mijn naam is Bibi van Juicebox. Ik heb hier weer een heerlijke, lekkere, pittige bokzak workout die je zowel op de bokzak kunt uitvoeren als in de lucht. Deze voer ik samen met trainster Marcia uit en ik hoop dat jullie hem heel leuk vinden. Heel veel succes! 3 minuten de warming up. In 3, 2, 1 en starten! Gewoon lekker joggen. Goed warm worden. Gaan we zo meteen verschillende oefeningen doen. Het wordt wel pittig, want we gaan 2 minuten werken. En 2 minuten is best lang. En dan doen we dus 2 minuten in de lucht of op de bokzak. Allereerst goed de warming-up doen. Even goed je hartslag omhoog brengen. En even je spieren opwarmen. Rustig tempo, nog niet vol gas. Ook goed je eigen tempo straks aanhouden op de bokzak. Dan komt het helemaal goed. Even rustig uitstoten met je handen, armen. Even mooi op kinhoogte. Heel goed. En eventjes omhoog stoten. Blijf goed ademen. En dan gaan we nog naar beneden stoten. Lekker bewegen. En weer gewoon normaal joggen. Brengen we 1 knie omhoog in 3, 2, 1. En knie, 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 knie. Ook hierbij mooi tempo aanhouden. En dan gaan we zo meteen wisselen in 3, 2, 1. Wissel, andere been. En knie, 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 knie. Goed, gaan we zo trappen in 3, 2, 1, andere been, trap, trap, trap. Heel goed. Gaan we zo ook wisselen in 3, 2, 1 en switch. Trap, 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 trap. Blijf goed ademen. En dan gaan we weer joggen, normaal joggen. Heel goed. En dan ga je wat switchen met je been van voren. Mag je je handen ook mee bewegen. We hebben straks ons hele lichaam nodig. Dus we gaan met alles werken. Alle spieren. Als je bokshandschoenen hebt, trek je bokshandschoenen aan. Als je een bokzak hebt, ga ook met je bokzak straks werken. En dan maken we er een lekkere workout van. Oké, kruis. Mag je handen ook meenemen. En ons hartslag gaat al wat omhoog. We worden al wat warmer. Oké, nog eventjes joggen. Gaan we nog een sprintje maken. Dan gaan we zo van start met de eerste reeks oefeningen. 3, 2, 1 en sprinten. Blijf doorademen. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oeh, heel goed. Oké, we gaan verschillende oefeningen doen. Ik heb mijn papiertje bij me. We beginnen zo eerst met de eerste ronde gaan we stoten. Marcia en ik wisselen steeds na 1 oefening door. Dus ik begin eerst 2 minuten op de bokzak. En daarna gaat Marcia op de bokzak de andere oefening uitvoeren. En ik in de lucht. Dus dan zien jullie van beide kanten zien jullie hoe de oefening uitgevoerd kan worden. We starten eerst. Met 1 minuut op de bokzak stoten. Mag je vanuit je eigen dekking en vanuit je eigen tempo doen. Je mag achter elkaar stoten, maar je mag hem ook even explosief links, rechts dekking. Links, rechts dekking. In de lucht. Je mag ook als je geen bokshandschoen hebt of geen bokzak, mag je in de lucht met gewichtjes gebruiken. Dat kan ook uiteraard. Ik zet de timer aan. Hij werkt 1 minuut. Maar dan gaat hij gelijk door naar de volgende minuut. Dus hoor je 2 keer een piepje en dan gaan we naar de volgende minuut. Dus zonder rust. En in de volgende minuut pakken we een squat met stoten. Squat met stoten. Ik blijf 2 minuten eerst hier, Marcia 2 minuten daar. En jullie gaan alles gezellig meedoen. Heel veel succes. Zet hem op. Oké, beginnen we met stoten. Klaar, tel ik af. 3, 2, 1 en stoten. Toe maar, links, rechts. Links, rechts. Doe maar. Ga door.
Tasje gaat op de bokzak. En we gaan nu 1 minuut hoeken. Hoek, hoek. Hoek, hoek. En in de tweede minuut pak je de burpees erbij. Met 2 hoeken. Dus eerst hoek, hoek, dekking. Hoek, hoek, dekking. Tweede minuut een burpee met hoeken. Pak nog goed even je herstel. Ga goed ademen, want we gaan zo meteen van start. Over een halve minuut. Ja? Dus eerst hoek, hoek. En in tweede minuut burpee erbij met hoek, hoek. Eerst 1 minuut alleen maar hoeken. En daarna wordt hij weer wat pittiger. Burpee erbij. Oké, zijn jullie er klaar voor? 15 seconden gaan we beginnen. Goed ademen is belangrijk. Ik pak hem deze ronde in de lucht. En jullie op de bokzak op lucht, wat jullie ook doen, het gaat goed komen. In 5, 4, 3, 2, 1 en go! Hoek, hoek. Hoek, hoek, ja. Hoek, hoek. Hoek, hoek, kom op. Hoek, hoek. 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 Hou vol. Hoek, hoek. Hoek, hoek. Hoek, hoek. Tik. Tik, tik, tik. Goed zo. Werk goed met je heupen mee. En ellebogen mooi hoog op. Hoek, 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 hoek. Half een minuut nog en dan komen de burpees erbij. Tik, 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 tik. Hoek, 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 hoek. Hou vol. Hoek, 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 hoek. Kom op. Goed ademen. 10 seconden, dan gaan we door met burpees erbij. In 3, 2, 1. Burpees erbij. En hoek, hoek. Hoek, hoek. Hoek, hoek. Denk goed aan je ademhaling. 2 minuten zijn lang en is zwaar. Tik, tik. Goed blijven ademen. Mooie burpee, nog half een minuut. Dit is lang, we gaan kapot, maar we kunnen dit. Nog 15 seconden. Hou vol. Nog even, kom op. Probeer nog eentje te maken. En rust uit. Woe, deze is pittig, hè? Hoi, goed ademen. Pak je herstel weer, dan leg ik de volgende uit. Ik ga nu op de bokzak weer. En dan pak ik stoten met hoeken. Dus ik pak links, rechts, hoek, hoek. Links, rechts, hoek, hoek. Links, rechts, hoek, hoek. In de tweede ronde pak ik er knieën bij. En jullie doen het in de lucht of op een bokzak. Dus eerst links, rechts, hoek, hoek. In de tweede minuut doe je links, rechts, hoek, hoek. En dan pak je knie erbij. Maakt niet uit met welke knie je begint, maar knieën pak je erbij. Oké, nog 20 seconden hersteltijd. Want die heb je nodig na 2 minuten. Goed herstellen, goed ademen. Over 15 seconden gaan we weer van start. Maak mooie, snelle, felle stoten. Denk aan je dekking, denk aan techniek. Ik pak de bokzak, masje in de lucht. Links, rechts, hoek, hoek. En daarna in tweede minuut knieën bij. In 3, 2, 1, go! Tik, 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 nog even.
Yes! Herstel, herstel. Pak je adem weer. In door je neus. Uit door je mond. 2 minuten zijn lang. We gaan nu naar de laatste 2 minuten ronde. Met een combinatie kracht en een cardio hit oefening. We beginnen eerst met freestyle op een bokzak. Dan pak Masha. Jullie in de lucht, oftewel schaduwboksen. Dus dat ga ik doen. Een beetje bewegen. Maak wat mooie combinaties in de lucht. En daarna in de tweede ronde pak je knie even met stoten erbij. Ja, dus of in de lucht of in een bokzak. Dit is weer heel pittig. Denk goed aan je ademhaling. Pak ook af en toe tussendoor even je herstel door goed in te ademen. Ja, dus pak goed je ademhaling. Over 15 seconden gaan we van start. De laatste 2 minuten ronde voor deze oefeningen. Dus schaduwboksen of freestyle. En daarna knie even de stoot in. 3, 2, 1, go! Achteraan plakken is pittig. Dus probeer het vol te houden en herstel daarna weer. Goed ademen, kom op. En je armen voelen al wat zwaarder. Maar we kunnen dit. Nog een halve minuut, kom op. Knieën omhoog en erbij stoten. Ondertussen goed ademen. 20 seconden nog. Hou vol. Kom op. Nog even. We zijn er bijna. Kom op. Nog een paar seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Woe! Super goed gedaan. Herstel, herstel. Ademen, ademen. Even korte break, even korte ademen. Dan gaan we zo naar de volgende oefeningen. En dat zijn combinaties. Kickbox combinaties. En daarbij werken we ook weer 2 minuten. De eerste minuut maken we een combinatie en in de tweede minuut komt er nog iets bij. Dus dan verlengen we de combinatie. Je kunt hem dus zowel uitvoeren op de bokzak als in de lucht. We beginnen eerst met een links, rechts, hoek. En links, rechts, hoek. In de tweede minuut pakken we opstoot, opstoot, rechthoek bij. De opstoot op een bokzak is wat moeilijk, maar probeer een beetje een halve opstoot te doen. Even met je knokkel zo tegen de bokzak aan de voorkant aan. Dus we beginnen met de eerste minuut. Links, rechts, hoek. Ik zal de timer vast met aftellen aanzetten. Dus dan leg ik even ondertussen uit hoe we hem gaan doen. En je kan hem even mee oefenen in de lucht. Want straks gaan we voor het echi in de vallen even wat pittiger en wat meer kracht achter zetten. Links, rechts, hoek. Eerste minuut. Links, rechts, hoek. Tweede minuut, opzet, opzet, hoek. Links, rechts, hoek. En dan ook opzet, opzet, hoek. Tik, 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 tik. Ja? Eerst links, rechts, hoek. Over 20 seconden gaan we van start. Dus eerst links, rechts, hoek. Dan komt een opstoot, opstoot, hoek erbij. In de tweede minuut. Dit zijn weer pittige rondes. En we zijn nog niet eens op de helft. Oké, over 10 seconden. Gemotiveerde woorden, Bibi. Goed, hè? We zijn bijna op de helft, jongens. Oh, bijna op de helft. Beter, in 3, 2, 1, starten! Links, rechts, hoek. Tik, tik, tik. Tik, tik, tik.
Links en rechts. Hoep. Afzet. Links en rechts. Hoep. Tik, tik, tik. Tegen de bokzak tik je gewoon. Tik, tik, hoek, rechts. Tik, tik, hoek, rechts. In de tweede minuut komt erbij, ja, dat heb ik bedacht. Een knie links, dus je wisselpas, knie, trap rechts. Dus je hebt een opstoot, opstoot, hoek. Dat doen we eerst. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Wisselpas, knie. Trap komt erbij. Ja? Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Wisselpas, linkerknie, rechter trap. We gaan ervoor. 3, 2, 1, go! Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Tik, 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 tik. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Opstoot, opstoot, hoek. Opstoot, hoek, rechts, hou vol. Gewoon een lekker tempo. Hoeft niet vol gas met kracht. Het is kracht en cardio in één dit. Kracht, uithoudingsvermogen. Goed ademen. Mooi bewegen. Tik, 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 tik. Beweeg met je hele lichaam, niet alleen met je bovenlichaam. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Opstoot, opstoot, nog 15 seconden. En dan komt een linkerknie en een rechter trap erbij. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Kom op. Tik, 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 tik. Nog 3, 2, 1. En dan komt er een linkerknie, rechter trap bij. Tik, 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 tik. Linkerknie, trap. Tik, 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 tik. Linkerknie, trap. Tik, 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 tik. Linkerknie, trap. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Linkerknie, trap. Opstoot, opstoot, rechts. Je eigen tempo, maar blijf ademen. Knie, trap. Goed ademen. Knie, trap. Knie, trap. Tik, 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 tik. Nee, wat je wil. Met een lage of een hoge kick. Tik, 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 tik. Knie. En in de lucht is het wat makkelijker om gelijk hoog te pakken. Maar op een bokzak. Kies maar welke je wil. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Knie, trap. Nog even. Opstoot, opstoot, hoek, rechts. Knie, trap. Nog 3. En 2. En 1. Woe! Oké, adem weer, adem weer. De volgende pak ik op de bokzak. Masje in de lucht. Het zijn 4 snelle stoten. 1, 2, 3, 4. En dan met een linkerhoek. Dus 1, 2, 3, 4. Hoek. 1, 2, 3, 4, hoek. In de tweede minuut pakken we een knie rechts en dan een linker trap. Dus net hadden we linker knie en rechter trap. Maar nu pakken we een rechter knie met een linker trap. Geen wisselpas zeg maar te doen na de eerste combinatie. Dus 1, 2, 3, 4, hoek. En dan komt knie, trap. Dus je wisselpas mag je na de knie pas doen. Oké, maar je mag ook doorstappen als je hem in de lucht doet. Dat is makkelijker. Over een paar seconden gaan we van start. 4 snelle stoten en hoek erachteraan. Ja, tweede minuut wordt hij wat langer. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4,
Oké. Knie rechts. Linker trap. En go. Tik, 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 tik. Iets langer pauze. We gaan nu trappen. We pakken eerst een zijwaartse trap met rechts. En daarna pakken we een zijwaartse trap met links. Je mag je handschoenen uitdoen. Hoeft niet natuurlijk, maar mag wel. We hebben hem nu even niet nodig. Een zijwaartse kick. Je mag dus even bepalen met welke je start. Maar we gaan 1 minuut lang een trap, 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 trap. En dan even 20 seconden rust. En dan wissel je om. En dan pak je een andere been. En dan ook weer 1 minuut. Die weer 20 seconden rust. Pakken we een voorwaartse trap. En daarna pak je met je andere been een voorwaartse trap. En daarna pakken we nog even ietsje zwaarder. Maar dat doen we even in herhalingen. Dat leg ik dan wel even uit. Oké. Ik ga hem even aanpassen. We gaan dus nu 1 minuut werken. Met een rustpauze van 20 seconden. Oké, zijn we er klaar voor? Nee, maar we doen het wel. Jij begint weer. Tuurlijk. Jij begint bij de bokzak. Ik ga hem in de lucht doen. Ik pak hem wel even zo aan de zijkant. Pak ik met de rechter een kick. En dan ga ik naar de zijkant trappen. En Masha pakt hem op de bokzak. Achter elkaar 1 minuut, 20 seconden herstelt het. En dan pak je het andere been. Maakt niet uit. Gewoon zo. Ja. Is goed, dat is recht. En dan links. En dan pak jij beide benen op de bokzak rechts en links. En daarna pak ik voorwaarts beide benen. Is goed. Oké, klaar hoor. In 3, 2, 1. En trap. En trap. En trap. En trap. 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 Zijwaartse trap. Trap. Mooi tempo aanhouden. En blijf ademen, hè. Goed ademen. Trap. 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 Goed zo, heel goed. Je voelt verzuring. Dat is goed. We gaan die spieren even goed aanbakken. En nog een halve minuut met je rechterbeen. Trap. En trap. Je voelt ook heel goed de zijkanten van je heupen. Trap. En trap. Hou vol. Nog 20 seconden. En trap. En trap. En trap. En trap. Kom op. We zijn er bijna. Nog even. En dan gaan we zo meteen wisselen met je andere been. In 5, 4, 3, 2, 1 en herstel. 20 seconden gaan we zo andere been doen. Linkerbeen. Trap en trap. Goed ademen. Herstel, herstel. Dan gaan we zo de andere kant goed verzuren. En dan doen we de voorwaartse trap. Oké. In 5 en 4, 3, 2, 1 en start. Trap, trap. Trap, 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 trap. Goed, hou vol. Een bepaald ritme helpt. Hoeft niet eens zoveel kracht. Dat je hem al omhoog hebt, is al genoeg voor je spieren. En trap, en trap. En als je de bokser onder controle wil houden en hij gaat alle kanten op, probeer dan op het moment dat hij naar je toe komt, hem weer in te zetten. Als hij naar je toe komt, dan geef je weer de kick. Dus niet als hij al helemaal naar je toe is, maar dan duw je hem alleen nog maar verder weg. En dat is onhandig om het lang vol te houden. 25 seconden nog. Hou vol. We zijn super ver. Hou vol. Nog even. Nog 15 seconden.
We gaan door die verzuring heen. Het is zwaar, maar we kunnen dit. Kom op. 10 seconden nog. Trap. Trap. En trap. En trap. Kom op. Nog 5. En 4. 3. 2. 1. En even 20 seconden op adem. En dan gaan we naar de voorwaartse kick. Ik pak hem op de bokzak. Masha in de lucht. Gaan we zo van start. Voorwaarts trappen. Eerst één been. Ja, en daarna andere been. Oké, één been eerst. 5. 4. 3. 2. 1. En start. Trap. Trap. Eén been. Trap. Ook hierbij, het moment dat hij naar je toe komt, gelijk inzetten. Anders ben je al te laat. Jezus, nu. Ja. Ja. Op het moment dat je bezig bent, heb je pas door waar we aan zijn begonnen, hè? Bro. Ja. Nou, we zijn super ver. Hierna nog 2 kleine oefeningen. En trap. 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 Hou vol. 20 seconden. Goed zo, hou vol. We zijn er bijna, dan gaan we zo meteen wisselen. Nog even. Ik kan niet meer. En zijn we er? 3, 2, 1. 20 seconden en dan pakken we andere been. Goed ademen weer. Lekker warm hebben we het. Lekker bezig zo. En het is eigenlijk vriespunt hebben. En we hebben het lekker hottie hottie. Nou, andere been. Are you ready? 3, 2, 1. En trap. En trap. 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 Hou vol. Trap. Trap. Mooi tempo aanhouden. Denk goed aan je ademhaling. Mooi tempo. Goed ademen. Hou vol. Tik. En tik. En tik. En tik. Tik. En we proberen nog net even door die verzuring heen te gaan. Het is zwaar. 20 seconden. Kom op. Nou, we zijn er bijna. Kom op. En trap. En trap. En trap. Nog even. En trap. En trap. En trap. Kom op. We zijn er bijna. 10. Nog 5, 3, 2, 1, en woe! Herstel, herstel. Woehoe! Oké, okay. Goed hoor, goed bezig. Gaan we nog even 1 oefening met ons benen doen en dan... Natuurlijk. Ja, benen. En dan pakken we een matje erbij en dan gaan we nog 2 minuten lang sit-ups met stoten tegen een bokzak of in de lucht, wat je wil, wat mogelijk is. We gaan nog even 30 seconden in een lunge. Blijven we in stilstand 30 seconden. En daarna ook andere been. Ja, na die verzuring. Gaat verder, verder. Verder gaat het allemaal goed met me hoor. Ik zal jullie dit nooit aandoen, dat weten jullie. Nou, ik vind die halve jumping jacks ook wel aardig pittig. Ik had aardig veel spierpijn de vorige keer. Ja, oké. Maar we gaan er wel voor. Oké, 30 seconden met 1 been in een lunge en dan de lunge hold, hè? Je houdt hem vast. 30 seconden, zijn jullie er klaar voor? Nee. Ja, ja. En 3, 2, 1 en hold. Hou laag en probeer je focus te houden op je spieren. Je kan dit, je kan dit. Je knie raakt net niet de grond. Dus je houdt hem vast. Goed vasthouden. Houd je rug recht. We zijn al ver op de helft. Gaan we zo meteen andere been pakken. Houd hem vast. De lunge hold. 1 been. Hoek van 90 graden met je achterste been. Probeer je knieën bij je voorste been niet over je tenen te laten komen. Nog 3, 2, 1. En even herstellen. Pakken we zo ons andere been. En dan sluiten we af met 2 minuten lang sit-ups. De buikspiertjes. Nou, andere been nog. In 3. 2, 1 en hold. Hou vast. Blijf goed ademen. Dat is belangrijk. Concentreer je op
je benenspieren. Houd hem vast. Dit kunnen we. Goed vasthouden. Na die 2 minuten, 30 seconden, niks meer. Dit kunnen wij. Nog 10 seconden. Nog even. Nog even. Ik tel af. In 5, 4, 3, 2, 1. En herstel. Nou, die hebben we al even gevoeld. Pak een matje bij. Gaan we nog even sit-ups doen. Yes. Yes, yeah. Oké. Sit-ups met stoten. Mag je gewoon pakken bij de bokszak. En dan mag je handschoenen erbij pakken, wat je wil. Ik vind het op zich wel lekker om ook eventjes wat harder te kunnen stoten. Dus ik doe ze even aan. En dan gaan we hem doen. Oké. Deze zet ik ietsje lager. Zo. Oké, nog sit-ups met stoten. 2 minuten lang. Laatste onderdeel. Probeer zoveel mogelijk herhalingen te maken. Ik zeg 50 is toch altijd wel het minimale. 50 sit-ups. Moet kunnen in 2 minuten. Ik zal de timer nog even aanzetten. En dan gaan we. En 0, 2 minuten. 2 minuten lang sit-ups. Oké. Ja, nu kunnen we nog even uitrusten. Maar 2 minuten lang sit-ups. Kracht vanuit je buikspieren. Dus probeer je rug goed in het matje te krijgen. En dan omhoog gaan. Oké. 1, 3, 2, 1. En start maar. 2 minuten lang sit-ups. Hoeken of van. En 3. Je mag stoten of hoeken, wat je wil. Hou vol. Kracht vanuit je buikspieren. Sla ik hem op. Nou, fijn weekend! Doeg! Doeg.